Arie van de Watering is directeur realisatie van Corio, een groot retail vastgoedbedrijf dat graag duurzamer wil werken. Corio heeft voor haar duurzaamheid 5 pijlers benoemd. Een van die pijlers is milieu. En wij hebben de ambitie en de targets om voor 2015 het energieverbruik in onze bestaande winkelcentra met 15% te reduceren. De CO2-uitstoot met 15% te reduceren. En in onze nieuwbouw zijn we op zoek naar 75% CO2-neutraal. Die doelstellingen willen ze onder meer halen door gebruik te maken van WKO-installaties. Daarbij was het voor Corio de grote vraag wat te doen met het beheer. Gaan we het zelf regelen of besteden we het uit? Er zijn een aantal redenen om zelf exploitatie van WKO-installaties te doen. Eén daarvan is, het zijn gebouwgebonden installaties en die zijn aard- en nagelvast aan onze winkels verbonden. En wij zijn graag baas in eigen huis. Een ander argument kan zijn het behalen van het rendement op de exploitatie. En als derde zien wij toch wel toegevoegde waarde aan het adviseren van onze huurders op het gebied van energieverbruiken. Ja, wij zeggen eigenlijk maar zo, we zijn liever maar baas in eigen huis. Dus waarom zou je daar een andere partij in willen? Er zijn ook redenen om, om de exploitatie uit te besteden. Eén daarvan is dat wij een fiscale beleggingsinstelling zijn. En dat betekent dat dit een activiteit is die daar niet geheel binnen past. Dus we moeten daar dan een uitzondering voor vragen bij de Belastingdienst. Het andere is toch de onbekendheid met de wet en regelgeving op dit gebied. En als derde, er zijn ook goede partijen die dit soort zaken voor ons kunnen regelen en organiseren. Dus waarom zouden we het dan zelf willen doen? Als je terug was, ik met een van onze commercieel directeuren bij een WKO-installatie en die staat er zo rond te kijken en dan zegt hij, nou, ik zie 100.000 redenen om het niet te doen. Want in al die techniek en al die metertjes en die schrikken daarvan. Een ander aspect is van waar geef je een exploitatiemaatschappij een plek in de organisatie? Waar brengen we het onder? Daar hebben we nog geen afdeling voor en die zouden we dus moeten gaan maken. Dat zegt iets of dat vraagt iets van de competenties van de mensen, opleidingsniveau. Maar betekent ook meteropname, factureren, incasso en dat soort zaken. Uiteindelijk hebben we besloten om het niet te doen. En de afweging daarbij was, voegt het wat toe aan onze eigen business? Wij zijn goed in het ontwikkelen, herontwikkelen en managen van winkelcentra. En moet exploitatie van een energiemaatschappij daar ook toe behoren? En daarop hebben wij gezegd, nee, dit besteden we uit.